Yo mensen, mijn naam is Sven. En mijn naam is Koen. En vandaag is het tijd om eindelijk te varen met onze boot. Let's go. Het moment. Waar we hem eruit hebben gehaald, gaat hij er ook weer in. Hij is eindelijk klaar. En check die achterkant, hè. Hij is klaar. Kijk. Hij wordt getest. We gaan niet alleen een leuk dagje varen, maar er worden ook wat testen gedaan. Dit Timo is mooi. Er natuurlijk ook weer bij. Check dan. Nieuwe slangen, nieuwe schroef, alles nieuw, olies, pakkingen. Alles is vervangen. Alles is vervangen. Ja. Hij is, ik heb er vertrouwen in. Jij ook, Timo? Zeker wel. Dan gaan we goed komen. Denk je dat hij op toeren komt of niet? Nou, het is, de vorige schroef had hij er al moeite mee. Hij is, deze schroef is al een stuk groter. Dus ik heb zo met twijfels. Maar het zou zomaar kunnen. Ik ben ook echt ziek benieuwd naar de topspeed. Laat hem testen. Ja. Laat het uitproberen. We hebben een mooi groot open water. We moeten hem even testen of hij op loshalen. Komt. Ja. Zelfs eraf. En hij gaat naar achter. We moeten stoppen. Ja, stop maar, stop maar. Hij is echt net aan in het water. Hij loopt helemaal vol, de trailer. Waar is trouwens ons ding? Ach, gelukkig. Maar die, ja. Dan moeten we, dit is de rem om hem zachter naar beneden te laten gaan. Zometeen als je hem ontgrendelt, dan gaat hij spinnen natuurlijk. Ja, maar dan moet je hierop drukken om hem te remmen. Of zou ik het doen? Ziet er goed uit, zo. Ja. Ja, doe maar. Werk of jij? Hij doet het wel, kom maar goed. Van achter? Oh ja, hij gaat. Anders moet ik hem even achteruit zetten, de boot, dan gaat hij eraf. Nee, hij gaat al. Mooi. Kijk goed hier. Kijk, hij gaat al. Ja, ja. Hij hoeft ook niet zo lang. Nee. Kijk, dat scheelt weer een hele hoop tijd. Hoppakee. Nou, we zitten in de boot. Hij drijft wel aardig, denk ik. Ja. Laten we hem naar achter varen. Ja, is goed. Het moment van de waarheid. Starten. Starten. Komt-ie. Oeh. Bubbles. Hij loopt. Mooi. Kijk eens joh, heerlijk bootje. Hij is stil, hè? Hij is heel stil. Zo. Wat is dat, waterpolitie? Ha. Nou, nee, het is gewoon een rip. Hij loopt een beetje te sloom stationair. De meter geeft aan dat hij misschien 300-400 toeren draait, nu in de versnelling. Maar hij moet wel 700-800 toeren. Oké, dus hij moet bijna op de 1 staan. Dus ja, die moet even sowieso anders afgesteld worden. Ja, maar dat is... Klinkt leuk. Klinkt we zijn leuk. Op het water. Heel benieuwd. Timo gaat even testen of hij op volle toeren komt. Ik ben zo benieuwd met die nieuwe schroef. Hij is redelijk stil, hè? Ja, heel stil. Maar normaal komt hier ziek veel geluid uit, maar helemaal niks nu. Nee. Ja, nou, ga maar. Oh ja, nu komt die uitlaat omhoog. Even een planeetje. De snelheid doet het ook gewoon, hè? Oh ja, de snelheid doet het ook. Ja, 3.500 toeren. Zo een beetje laag. 43. Dus hij gaat al sneller dan eerst. Nou, de snelheidsmeter klopt ook gewoon. Dus, Oh ja, de snelheidsmeter geeft ook rond de 40 aan. Ja, iets erboven. Iets erboven inderdaad, dat is ook 43. Hij zit gewoon op 3.000-4.000 toeren, maar hij haalt het max niet, want hij gaat nu 43. Ja, elektronica staat uit. Oh. De voltmeter, even kijken, het zegt ook niks meer. Oliedrukmeter. Ja, dat weet ik wel meer. Wat het is. Ze accupol losgetrild, denk ik. Kijk. Let op. Ik denk dat een accuklem losgetrild is. Achter. Nee, geen idee wat het is. Ondertussen heeft Timo even wat anders gedaan. Je hebt even de afstelling van de motor gedaan. Ik heb de stationair schroef iets aangedraaid. Dat betekent dat de motor iets sneller stationair loopt. Want hij liep veel te sloom. Ja, echt veel te sloom. Want kijk, als we nu starten in neutraal, dus zonder gas te geven, is het in één keer. Hij start ook veel beter. Start hij in één keer en kijk, veel beter in zijn toeren. Nou, top, weer opgelost. Zit op de boot en we zijn goed voorbereid. We hebben allemaal drinken met een hele bak aan ijs. Lekker, lekker. Frikandellen, patat, alles zit erin. Alles zit erin. Alles snackies. Hebben. En ik ben zo benieuwd vanavond de verlichting. Ja, ik ook. Echt heel erg benieuwd. Lekker gaaf, muziekje. Ja. Lekker genieten. Heerlijk. Eindelijk. Eindelijk. Nou, daar gaan we. Eindelijk. Lekker. Kijk. Heerlijk. Moeilijk leggen. Lekker dobberen. Het eten komt er heel snel af door de wind. We gaan even lekker eten. Ja. Iedere keer lekker dobberen. Ja, dat denk ik ook. Hey. Ook niet een beetje. Echt die hele pot zit deze huis. Koen wilde ook even genieten hoor. Even varen. Kijk nu maar aan. Maar, Lekker hoor, even genieten hoor. Wat gaan we? Oh ja, is het topspeed, ja hè? Ja. De benzine gaat nu ook echt ziekelijk aan. Ja, hij komt alleen niet op toeren hè? Nee, hij maakt gewoon toeren. Ja. Lekker, oh, hij loopt door. Hij gaat naar 4.000 toeren. Hij gaat steeds harder. Hockey die kant. Jezus. Lekker hoor dit. Ja. Hij gaat op dit moment prima.
eindelijk af is. Dus we zijn heel even lekker aan het genieten. Even van het zonnetje. Het is nu rustig, dus we kunnen nu een beetje gas geven. Ja, echt top. Ik wil nog even pompen op die klompen. Ik wil ook even pompen. Hij kan naar achteren, kijk. Oh joh, ik zat even op kinderstand. Kijk eens, wat golven maken wij. Ja, echt. Nou, Deutsche Autobahn. Dus Timo, of niet? Hij kan harder met de andere schroef, ja. Ja, hè? Oh, yes. Golven! Boeit me niks, hè? Dat zijn golven, jullie. Kijk eens! Hè? Ja, kijk daar, daar moet je doorheen. Kijk dat. Holy shit. Kijk hun dan. Pak die golven. Ja. Ja. Hij loopt ziek veel beter nu. Maar hij kan dus beter met een andere schroef die meer op toeren komt. Hij kan nog veel beter. En hij kan dus nog veel harder. Ja, zeker. Holy shit. Heel leuk. Car wash for you is altijd goed. Zo, zelfs die emmers extra stoeltje. Zijn weer op voorraad. Hoop ik. Hoop ik. Hoop ik denk ook. Het wel. Denk het ook. Kijk even wat de beste. Car wash for you. Baby zwanen. Oké okay, jongens, we zitten lekker te genieten. Het is echt ongelooflijk. Ik zit nu lekker op het punt. Hier zo. Prachtig mooie zonsondergang. Koen is lekker aan het varen. Oh. Koen is meerdere dingen tegelijk aan het doen. Hier al lekkere iced tea. En daar heb je die waterscooter die echt ziek hard over het water heen pompt. He? Blijf jij daar zitten als we gas geven? Nee, daar ga ik wel af. Dan ga je eraf? Ja, ja, ja. Ja. Ja oké. Okay. Nog een fout, want als we achteruit gaan, klapt hij omhoog. Zo! Ja, het is echt zo'n orka die omhoog komt, ja. Hè? Ja, ook, ook. Wat kut, hè? Ja, heel kut. Dat kunnen we wel fixen. Kunnen we wel fixen, hoor, dat is goed. Die wil ik, kijk. Banana. Dat wij een shot maken dat jullie zo in die zonsondergang. Dit is trouwens de regisseur. Dit is de regisseur, die, dus dat, die zit vaak achter film. Ja, maar is goed, precies. Ja, doen we. Doen we. Ja, dat doen we. Ja, maar goed, hier nou hebben we de vleugel. Maar die zijn al op. Kijk, nog één. Ah, is koud. Het lekkerst. Niks is gevonden. Ja, we maken het shot, leuk. Eerst even drinken. Ziet het nu al. De lampjes gaan ook zo! Oh, dit is lijk! Oh, dit is heel lijk! Heel vet! Ja? Ja, heel vet! Oh, nice! Dit is echt heel lijp, jongens. Die lichten erachter. Eentje vloog er bijna uit, hè? Ja, ik vloog uit. Ja. Als ik hier niet zat, dat hij echt zo gaat, denk ik hoor. Ja. Oh, jongens. Kijk eens, jongens. Het is nog iets donkerder, maar kijk dit. Het is al zonde nog. Kijk hoe mooi. Holy shit. Heel leuk. We waren de outro vergeten, dus bij deze. Mensen, bedankt voor het kijken. Later.